hoş geldin. Yüreğime gönlüme. Zeg eens even, waar gaan we even naar? We gaan naar Istanbul. De Istanbul? De poort naar Azië. Of naar Europa. Ik denk dat het een kantje komt. En wat gaan we daar doen, eigenlijk? Dat is het mooie. Dat is een goede vraag. We hebben geen plan. Maar het doel is om de gebaande paden te ontwijken. Ja, we gaan een willekeurige Turk het aanklampen om te vragen waar het leuk is. Ik denk dat we heel goed uitkomen. We staan in midden op de Galatabrug. Dat is een beetje midden in Istanbul. Istanbul heeft ruwweg 16 miljoen inwoners. Dat is gewoon 10 keer Amsterdam. En vanaf deze brug kun je super goed zien hoe groot het hier eigenlijk is. Zoals we steeds sneller leren, zit Istanbul vol verrassingen. Wij dachten dat we illustere straatjes ingingen waar allemaal occulte zaken zich af zouden spelen. Maar nu zijn we in één keer terechtgekomen op een plek waar je kan... Eten. En je raadt het al. Eten. Het ruikt hier ook grappig. This is the lamb stomach. De maag van de lam. Ja, okay. De maag van de lam. They make it from the soup. And this will be heel lekker. It's some with you put inside the citroen, vinegar, and alleen klein beetje garlic. Huh? Straks is heel lekker. Niet lekker, niet betalen. Ik vind er niks aan. Oh, toch wel, ja. Yeah. Naast de grote winkelstraat vanaf taxi heb je een heleboel leuke kleine straatjes. Dit is de plaats om lekker te chillen voordat je gaat eten en voordat je de stad in gaat. Ja, Istanbul is natuurlijk echt heel groot zoals we hebben gezien. En alles is natuurlijk op het land. Maar Istanbul is ook heel veel water. En waarmee kun je daar nou het beste op gaan? Dan met een boot. Het ontwerp van de boot is al duizenden jaren onbeproefd succesvol. En ook de Turken weten er, net als met kebab, wel raad mee. Ze gaan naar een lekker potje varen over de Bosporus. En eens kijken wat we allemaal tegenkomen. Vind je het mooi, Sander? Ik vind het kei mooi, man. Wat voor indrukken doe je allemaal op hier? Ja, het is de veelheid, hè, van dingen. Ja. Je hebt gewoon geen idee wat... Heel veel shit door elkaar. Moskeeën, grote paleizen. Grote boten. Grote boten, niet te vergeten. Kijk eens maar. Hey, Mr. Guide! How's it going? This is where they threw the maidens off, right? Yeah. Seriously? Ze gooiden hier maagden vanaf. Wat een zonde. Jeehoi. Hey, and when was James Bond here? James Bond? Ja, James Bond. James Bond was here. Ja, yeah, but I don't know why. What the fuck? Ja, dit is ook de welbekende drijfhond, hè? Ja, we staan hier boven op de Kiskulesi. Oftewel, dat is de maagdentoren. En weet je, dus vroeger smeten ze alle maagden... Die ze niet mochten, die smeten ze hier lineairekken van die toren af. Echt geen gelul. Swoep. Er waren minstens 3 Turken voor nodig. Want je kan je voorstellen dat die maagden, die verzetten zich hevig. Die wilden helemaal niet. Oh, dat was de laatste maagdengooier van de Kiskulesi-toren. Die man is geboren in 1850. Hij is de laatste nog levende maagdensmijter. Ik weet het Turkse woord voor maagdensmijter niet. Maar dat was een beroep. Daar werd je voor opgeleid. En dan ben je volgens mij kieskulezeur. Zoiets. Of, ja, dat, ja, inderdaad. Thank you.
ons gelukt gewoon. We zitten keihard bovenop de Suada Club. We krijgen zelfs gratis fruit aangeboden door de chef. We hebben gratis drank. Lekker even voorzien een biertje kunnen brengen. FS. Ja, dus wat je kan zien, het is hier echt een hele toffe spot. Het is heel gemoedelijk. Ja, het was wel 80 TL om binnen te komen. Gezellig, hè? Dat is ook gezellig. Maar er lopen hier dus ook kinderen rond. Oh, ik bedoel, wacht. Er lopen hier natuurlijk ook een supermodellen rond. Maar die zijn ook kind geweest. Ja, supermoedelijk. Het is hier supergemoedelijk. Supergemoedelijk. Wil je het goed te doen? Zo, waar sta je? Ik sta voor het eerst in mijn leven op Aziatische bodem. En dat bevalt. Dit is iets minder cute, heb ik het idee, eerste indruk, dan de andere twee gedeeltes waar we eerst geweest zijn. Maar wel heel vet. Maar je merkt wel, het is hier veel anders. Het is hier veel volkser. Er zijn hier ook echt nauwelijks toeristen. Dat massale, dat is hier, dat ontbreekt hier. Ik vind het wel leuk hier. We hebben mooie winkeltjes hier met allemaal kruiden en vleesjes en vruchtjes. En de laatste hoofddoeken van 2019. De laatste hoofddoekenmode. Paul Maas en Lingerie Shop, dat hebben we wel. Ja. Nou, je hebt weer een nieuwe vriend? Ja, ik heb een nieuwe vriend. Dat is Hassel. Nou, Sander die is zo knettergek om Ayran te drinken. Echte mensen drinken bier. Juist. Maar Sander drinkt Ayran. Oké, het is zout melk van de geitenfilm. Het is zout. Ik vind het niet vies. Maar ik heb nog een halve liter te gaan. En daarbij, er zijn gewoon koeien die ook kunnen zwemmen in de zee. Oh, er zit ijs in het bier. Drie dagen Istanbul gehad en je zou bijna vergeten met alle vette dingen die we hier hebben gedaan en hebben gezien. En alle vrienden voor je leven die we gemaakt hebben. Zou je verdorie nog bijna vergeten dat hier eventjes twee wereldwonderen van formaat staan bijna. Achter mij de blauwe moskee. En achter Pascal, de Hagia Sophia. En we zijn duidelijk niet de enige vandaag die erop af zijn gekomen. Zoals je ziet, het is namelijk los van 25 miljoen toeristen, is het ook nog Ramadan. En de mensen verzamelen zich hier al met een kopje thee om te wachten op zonsondergang. Dan gaan ze hier allemaal lekker chillen en eten. Ja, kijk even, er zijn al twee missies die je gewoon niet, echt niet kan missen als je hier bent. Dat was hem. Finish. Ja, finish. Finish. Why is finish? Life not finish. Life now started. Because we have to go eat kebab. Kebab? Makadulu kebab. Oh, kebab is here. Let's have kebab. Dinner kebab, shish kebab. Shish kebab is here. Dikker chitab. Kebab is here. Yes, kebab. Teşekkürler. Teşekkürler. Hayır.